kilometer lopen om aandacht te vragen voor kinderen die honger hebben. Dat deden vandaag duizenden mensen over de hele wereld. Ook in Den Haag liep een grote groep mensen. Op een plein in Den Haag verzamelen de wandelaars zich. Ze lopen tegen de armoede en honger in de wereld. Ook kinderen van de Helderingsschool uit Den Haag doen mee. Maar wat is volgens hen eigenlijk armoede? Het heel ver moeten lopen voor water en eten. En sommigen ook niet naar school gaan. Dat ze geen eten hebben. En dat ze ook geen huis hebben, maar eigenlijk alleen maar boomstammen. Dat kinderen geen eten en drinken krijgen. En ja, dat ze heel arm zijn. En ja, ze hebben niet zoveel dingen als wij. Over de hele wereld wandelen mensen vandaag 5 kilometer. In Azië, in Australië, in Afrika. Overal, want 5 kilometer is de afstand die veel kinderen in arme landen moeten lopen naar school. Elke wandelaar heeft een rode beker omgekregen. Dat is wat voor eten de kinderen krijgen per dag. Zoveel krijgen ze. En ja, dat hebben wij om te zien hoeveel eten ze krijgen. 20 cent kost het om zo'n beker te vullen. En voor 5 euro voed je een kind een maand lang. Ook bekende Nederlanders doen mee, zoals jurylid Henk-Jan Smits van Holland's Got Talent en zwemster Marleen Veldhuis. Ze komt wel eens in arme landen en hoopt op deze manier mensen duidelijk te maken dat je met een klein beetje geld kunt helpen. Vaak zijn de zwembaden waar ik zwem zijn wel in landen, in rijke landen. Maar ja, soms kom je inderdaad wel wat tegen en dan is het altijd wel heel jammer dat je alleen maar voor het zwemmen komt en niet om andere dingen te doen en om bijvoorbeeld die mensen te helpen. Als je dit nou elke dag moest lopen naar school? Ik zou het wel vermoeiend vinden om het elke dag te doen. De actie was een groot succes. Alle lopers hadden genoeg geld verzameld voor 150.000 maaltijden.